Ik ben Peter Meuser, sorry. Ik heb dit gedicht heb ik geschreven, maar dit gedicht is per ongeluk geschreven. Ik was 3 nachten geleden natuurlijk aan het slapen s'nachts. En tegen 3:15 werd ik wakker met een ingeving. En toen dacht ik, dit moet ik opschrijven, speciaal voor de 1000 dichters. En natuurlijk ook voor Bab Gons. Want ik heb Bab Gons vorige week gezien. En ik heb gedichten geluisterd en zo daar in Vredenburg. En het was allemaal hartstikke leuk en zo. Dus ik was ervan aan het dromen. En het was heel vreemd. Toen ik daarvan aan het dromen was, toen zag ik mij daar zelf staan. En toen zag ik mij dit gedicht voorlezen voor de 1000 dichters en voor Bab Gons. 1000 dichters, ik voel 1000 dichters in het segment van de tijd. Stukje voor stukje is hun bevlogenheid de ingeving van de bezieling geworden. De vergeten taal van de grote wereld groeit in de golvende ruimten waar de schepping in de stilte leidt. Zijn 1000 dichters verheven tot het woord, sprekend naar de onbekende duisternis, zwaaiend met hun zinnenbeeld. Dank u wel.